In dit filmpje leer ik jullie meer over Batman. Nee, sorry, dat ga ik niet doen. Ik ga jullie meer leren over eigens evenredigheden van hoofdeigenschap. Of beter gezegd, de hoofdeigenschap van evenredigheden. Ik ga eerst even kort herhalen wat nu weer een evenredigheid is. Wel, een evenredigheid is een gelijkheid van twee verhoudingen. Belangrijk hierbij is dat twee noemers uiteraard verschillend moeten zijn van 0. We hebben dan de eerste term, dat is de A. B noemen we de tweede term, C de derde term en D de vierde term. En dan nog twee belangrijke benamingen, namelijk A en D noemen we de uiterste termen en B en C zijn de middelste termen. Goed. Nu we deze basis kort hebben opgefritst, gaan we eventjes gaan kijken naar Batman. Batman is een beetje stout geweest, heeft met zijn auto tegen zijn tuinmuurtje gebotst en hij moet nu een aantal dringende herstellingswerken doen. Dus hij gaat mortel moeten aanmaken. Nu, mortel bestaat uit cement en zand. En als je goede stevige mortel wil maken, dan moet dat aangemaakt worden volgens een bepaalde verhouding. Ja? En de verhouding is 1 cement ten opzichte van 3 zand. Dat kan 1 kilogram cement ten opzichte van 3 zand zijn, maar dat kan ook 1 vrachtwagen cement zijn ten opzichte van 3 vrachtwagens zand. Of 1 schub cement ten opzichte van 3 schubben zand. Wel, met die mengeling dan zit je gebeiteld, dan krijg je goede mortel. Nu, hoe gaan we dat nu juist gaan berekenen? Als ik bijvoorbeeld 9 kilogram zand heb, hoeveel cement moet daar dan bij? Wel, tot nu toe deden we dat altijd met het regeltje van 3. In dit geval hebben we dat zelfs niet nodig. Want onderaan van 3 naar 9 is maal 3 doen, dus kunnen we dat bovenaan ook doen. Ja? Nu, als we eens gaan kijken naar die twee uiterste termen en we gaan die twee getalletjes met elkaar vermenigvuldigen, 1 maal 9, dan komen we uit op 9. Nu gaat er iets merkwaardigs zijn, namelijk als ik die middelste termen ook met elkaar vermenigvuldig, 3 maal 3, dan kom ik ook uit op 9. Wel, dit handige verband noemen we de hoofdeigenschap van evenredigheden. We gaan eens even kijken of dat dit bij deze verhouding ook zo is. Om een goede pannenkoekenbeslag te maken, moesten we 3 eieren gebruiken ten opzichte van 250 ml melk. We hebben ook al berekend, als ik dan 1 liter of 1000 ml gebruik, dan moet ik 12 eieren gaan gebruiken. We gaan even controleren of dit wel een evenredigheid is, door onderaan en bovenaan te vermenigvuldigen met hetzelfde getal. En effectief, dat is zo. Als ik nu het product van de uiterste termen hier ga berekenen, 3 maal 1000 of 3000, en ik maak het product van de middelste termen, 12 maal 250, kom ik ook uit op 3000. Dus ook hier is het product van de uiterste termen gelijk aan het product van de middelste termen. Wel, dit handige verband gaan we de hoofdeigenschap van evenredigheden noemen. In symbolen krijgen we A staat tot B, zoals C staat tot D. Die zijn gelijk aan elkaar. Dan gaat vanaf nu ook altijd het product van A maal D gelijk zijn aan het product van B maal C. Opnieuw, zowel de B als de D moeten verschillend zijn van 0. In woorden geeft dit, in een evenredigheid is het product van de uiterste termen gelijk aan het product van de middelste termen. Wel, vanaf nu gaan we dit trucje, dit handige hoofdeigenschapje gebruiken voor ook moeilijkere problemen te kunnen oplossen. Nu, we gaan eerst starten met nog een aantal eenvoudigere probleempjes, gewoon om de techniek in te oefenen. Dus we hebben de verhouding 5/18 en wij moeten gaan berekenen welk getalletje dat dan bij de 21 hoort. Zonder ons regeltje van 3 te gaan toepassen. Wel, we gaan die hoofdeigenschap gaan toepassen en dan krijgen we dus 5 maal 21, product van de uiterste termen, is gelijk aan 18x, of 18 maal x, product van de middelste termen. Reken ik het linkerlid uit, dan krijg ik 105. Aan de rechterkant heb ik gewoon nog altijd 18x. En nu, voor onze vergelijking op te lossen, gaan we dat maal 18 overbrengen naar het andere lid en dat wordt gedeeld door. En als we dan de breuk 105/18 vereenvoudigen, dan krijgen we 35/6. Of, afgerond tot 2 cijfers naar de komma, 5,83. Dus 5,83/21 is dezelfde verhouding als 5/18. Nog een voorbeeldje. 4/218 en 0,5. En wij moeten daar die noemer gaan berekenen. We maken dus het product van de uiterste termen, 4x. We maken het product van de middelste termen, 218 maal 0,5.
We rekenen uit wat we kunnen uitrekenen, in dit geval die 218 maal 0,5, dat is 109. En dan krijgen we de vergelijking 4x is 109. De maal min 4 brengen we over naar het andere lid en wordt gedeeld door 4. En als we 109 gedeeld door 4 uitrekenen met ons rekentoestel, dan komen we uit op 27,25. We kunnen daar ook iets complexere probleempjes mee oplossen. Onze badman heeft exact 14 kilogram mortel nodig. Dus we hadden cement nodig, we hadden zand nodig. Maar 14 kilogram mortel, hoeveel cement heb je dan juist nodig en hoeveel zand? Als je weet dat de verhouding 1 op 3 moet zijn. Wel, we gaan hier gaan werken met onze onbekende x. Ik weet niet hoeveel cement ik ga nodig hebben, dus ik noem dat x. Ik weet wel dat er in totaal 14 kilogram gaat zijn en een deel daarvan is x. Dus als een deel van die 14 kilogram x is, dan wil dat dus zeggen dat het gedeelte van het zand die 14 kilogram is zonder die x, zonder het x-gedeelte. En dan noemen we dat 14 min x. Dus als we dan de verhouding cement op zand gaan noteren, we weten sowieso dat dat 1 op 3 is, maar als we nu gaan werken met die onbekende, dan kunnen we daar ook schrijven dat 1 op 3 gelijk is aan x op 14 min x. En als we nu de hoofdeigenschap toepassen, dan gaan we dus 1 maal 14 min x moeten uitrekenen, is gelijk aan 3 maal x. Belangrijk in dit geval is dat we haakjes gaan zetten rond die 14 min x, want we gaan heel die een blok, heel die noemer moeten vermenigvuldigen met heel de teller 1. In dit geval mogen we in principe die haakjes in de volgende stap al terug weglaten. We moeten daar niks distributief gaan uitrekenen. Dus dan krijg ik 14 min x is gelijk aan 3x. Ik ga mijn x'en eerst gaan sorteren. Dus ik breng de min x over naar het andere lid. En dan krijg ik 14 is gelijk aan 3x plus x. Ik heb wel een heel lelijke plus getekend. Dan krijg ik 14 is gelijk aan 4x. En de maal 4 brengen we terug over en dan krijgen we 14 gedeeld door 4 is x. Of als we dat uitrekenen, 3,5. Dus Batman heeft 3,5 kilogram cement nodig en 14 min 3,5, dus 10,5 kilogram zand. Ja? Enkel door die twee gegevens te gaan gebruiken, 3,5 kilogram cement en 10,5 zand, respecteert hij de verhouding van 1 op 3 en maakt hij exact 14 kilogram mortel.